Hallo en welkom bij het laatste gedeelte van een wel buitengewoon verrassende geschiedenis die in Marcus 5 beschreven wordt en die ik even kort samenvat voordat ik het Bijbelgedeelte lees. Jezus bevrijdt een man in het land van de 10 steden van ik weet niet hoeveel demonen. Die trekken vervolgens in een kudde varkens en die slaat dan in paniek op hol en verdwijnt in het water van de zee van Galilea, het meer van Galilea, verdrinken er allemaal in. De hoeders, de varkenshoeders, die rennen naar de omgeving, steden, dorpen, en vertellen aan Jan en allemaal wat er gebeurd is. Die komen kijken en luisteren. En als ze alles in ogenschouw nemen, denken ze, het is misschien toch beter dat Jezus weer weggaat. Want dit is toch al erg riskant allemaal, ook voor onze portemonnee. En dan begint het Bijbelgedeelte, Marcus 5, vers 18 tot 20. Toen hij in de boot stapte, dat is Jezus dus, smeekte de man die bezeten was geweest om bij hem te mogen blijven. Dat stond hij hem niet toe. Maar hij zei tegen hem, ga naar huis, naar uw eigen mensen, vertel hun wat de Heer allemaal voor u heeft gedaan en hoe hij zich over u heeft ontfermd. De man ging weg en maakte in Decapolis bekend wat Jezus voor hem had gedaan en iedereen stond verbaasd. Tot zover de lezing. Er is er dus eentje die er anders over denkt. Die vindt Jezus niet een gevaar, maar die vindt Jezus geweldig. Dat is zijn bevrijder. Dat is degene die hem uit een onmogelijk en verkrampt leven gehaald heeft. En hem in de vrijheid heeft geplaatst om gewoon zijn eigen volle verstand te gebruiken. Om gewoon goed te kunnen doen. Om een normaal leven te kunnen leven. Hij gaat graag met Jezus mee als leerling. Er zijn meer die met Jezus meetrekken. Waarom zou hij niet mee kunnen? Om nog veel meer te leren van deze wonderbaarlijke man die hem vrijgemaakt heeft van een duistere bezetting en duistere macht. Hij wil bij Jezus blijven. Wat een mooi motief. Daar zou je toch onmiddellijk ja afroepen. Maar dat doet Jezus niet. Die zegt, ik sta je dat niet toe. Ik denk dat die man eens wat teleurgesteld geweest is. Je mag niet mee. Hoezo, ben ik niet goed genoeg of zo? Er is een enkeling aan uitleggers die ook wel zegt, misschien dat Jezus liever niet wou dat er een heiden, een niet-Joden in zijn leerlingenkring mee zou gaan. Maar ik weet niet of dat een motief is hoor. Er is een heel ander motief en dat spreekt Jezus vervolgens ook uit. Hij zegt, wat je moet doen als je mij wilt dienen, dat is naar huis gaan, je terugtrekken naar huis en aan je huisgezin en aan je familie vertellen wat voor goeds God allemaal aan jou gedaan heeft. De boodschap van bevrijding door de God van Israël. Vertel het hun. En dat doet hij. Hij wordt geen leerling, maar hij wordt zendeling. Een levend bewijs van Gods goedheid. Onmiskenbaar en onweerlegbaar voor iedereen die hem kende. Sommige mensen vragen zich af, hoe kan dat nou dat aan de andere kant van het meer, aan de westkant, daar zegt Jezus al door tegen lui die bevrijd van demonen, hou je mond erover, zeg er niks over. En aan deze kant van het meer zegt hij, ga naar huis en vertel het. Dat komt natuurlijk. Denk ik, dat denken heel veel, omdat daar geen Joden wonen, maar daar wonen niet-Joden. Dus die hele politieke dreiging van het wordt een oproer, en waar Jezus dan vervolgens zijn weg niet mee kan gaan, dat is daar gewoon helemaal niet. Integendeel, dit is een gebied waarvan mensen mogen horen. Dat er een God is die zich ontfermt. Ontfermt over mensen die uitgestoten en uitgekort zijn, ook om eigen gedrag, want zo gedroeg zich ook zo tenslotte. Hij ontfermt zich erover en die mensen weer aanneemt. En ze laat leven, dat ze het bevrijd maakt. Misschien is dit later voor de leerlingen, voor de latere apostelen wel een reden geweest, om gemakkelijker de grens over te steken naar het heidendom. En ook hun te vertellen wat God voor goeds in petto heeft voor mensen die Jezus willen volgen. In elk geval, hij doet het. En er is grote verbazing, een grote verwondering over wat Jezus gedaan heeft. Zegt ook ons wat. Jezus volgen betekent soms dat je naar iets anders toegestuurd wordt dan je eigenlijk van plan was. Soms betekent dat je moet blijven. Dat je niet erop uitgestuurd wordt om ergens ver weg wat te doen, maar dat je gewoon in eigen familie en in eigen huisgezin mag vertellen wat het betekent als God je in de vrijheid geplaatst heeft. Want ook daarmee mag je Jezus dienen. Ik kan je dit wel vertellen, als je Jezus dient. Heb je nooit een saai leven, dan word je ruim gezegend. En weet je, ik ben altijd in de hand van God. Tot zover. Mogelijk tot ziens. In elk geval, God zegen toegewenst.